In de afgelopen dagen zijn er opmerkelijk veel levens verloren gegaan in het verkeer. In het afgelopen weekend zijn er 2 bromfietsers omgekomen in het verkeer. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden zegt dat het hierbij gaat om de 28-jarige Mitchell Molijn en de 68-jarige Edmund Antonius. Over het geval van Molijn zegt Naarden dat het niet gaat om een botsing tussen 2 voertuigen. Daarmee geeft hij aan dat er geen veroorzaker in beeld was. De hoofdinspecteur zegt dat Molijn de controle over zijn bromfiets verloor bij het beschrijven van een bocht. Naarden vindt dat de meeste aanrijdingen veroorzaakt worden door het menselijk gedrag. En er is tenminste 1 getuige. Heeft de politie kunnen achterhalen die heeft aangegeven dus dat hij gezien heeft wat gebeurd is. Namelijk dat na zeggen van die getuige Molijn inderdaad vanuit richting Waterkant ging, Watermolenstraat. En die getuige heeft aangegeven dat hij met een vrij hoge snelheid reed. En dat hij dan in die bocht de controle verloor over de besturing. Dat is wat voorlopig onderzoek naar voren heeft gebracht. Maar natuurlijk, de politie is nog bezig met het afronden van dit onderzoek. De heer Antonius lijkt het erop dat hij met vrij hoge snelheid die bocht heeft genomen. En daardoor de controle over de besturing heeft verloren. En het geval van de heer Antonius wijst in de richting van dat hij dus geen voorrang heeft verleend aan het verkeer op de voorrangsweg. Dus het zijn allemaal menselijke of zijn, zeg maar, misberekeningen of weet je, inschattingsfouten, noem maar op, of een zekere mate van onoplettendheid. Dat maakt dus dat er aanrijdingen, dat er botsingen ontstaan. En helaas, in sommige gevallen heb je alleen maar materiële schade. Dat kan je herstellen. Maar wanneer iemand zeg maar, het leven gelaten heeft, dat is onherstelbaar. Hè? En natuurlijk, voor de persoon zelf is het vreselijk. Maar ook voor de nabestaanden is het een vreselijke gebeurtenis om zeg maar, mee te moeten maken. Hoofdinspecteur Naarden zegt verder dat de politie het op prijs stelt dat particulieren meehelpen om bewustwording te brengen in de verkeersveiligheid. Zelf werkt de politie volgens hem tweesporig. Vrij dagelijks worden mensen beboet, bekeurd. Niet omdat de politie het zo graag wil hebben, maar het is ook een manier om mensen aware te maken van het feit dat als je risicovol gedrag vertoont in het verkeer, dat je daarvoor zeg maar beboet zal worden. Weet je, dus zo proberen we die awareness te brengen, toch? Informatie geven, maar ook optreden tegen mensen om het tot ze te laten doordringen hoe gevaarlijk het is als je een bepaald gedrag vertoont in het verkeer. Maar uiteindelijk is het de verkeersdeelnemer zelf die moet zorgen voor zijn of haar veiligheid op de weg en veiligheid van andere verkeersdeelnemers op de weg. Toch? Dat is een verantwoordelijkheid die zo'n verkeersdeelnemer niet uit de weg mag gaan. Hoofdinspecteur Humphrey Naarden van de publiciteitsdienst van het KPS. Hij benadrukt dat de verkeersdeelnemers ook zelf moeten werken aan het aanpassen van hun gedrag in het verkeer. Dat zal volgens Naarden een ieder in het verkeer goed uitkomen. Met de 2 bromfietsers is het aantal verkeersdoden gestegen naar 73.